Ik heb een tijdje geleden gelezen over dit verhaal, maar het was me eigenlijk al een beetje ontgaan. En toen hoorde ik een medemonnik van mij, een Amerikaan die als monnik is gewijd in de Thaise traditie. Hij vertelde hierover en toen dacht ik er ineens weer aan. Het verhaal gaat als volgt. Het gaat over een ver volk. Het is het volk van de Deva's. De Deva's in de boeddhistische kosmologie, die wonen in de hemel. En die hebben zo hun eigen wereldje daar. En op een dag is er op de troon van het hoofd van de Deva's, zit er ineens een ander iemand. Zit er niet het hoofd van de Deva's. Het hoofd van de Deva's, dat is Indra. Misschien hebben jullie wel eens gehoord van Indra. Dat is een van de Indiase goden. En in het boeddhisme wordt hij ook wel Sakka genoemd. Maar hoe het ook zij, hij was afwezig. Hij was er een tijdje niet. En ineens zat er een plaatsvervanger op zijn troon waar niemand van wist. En het was een hele rare, lelijke figuur. En iedereen werd heel boos. Jij hebt helemaal niet het recht om daar te gaan zitten. Dat is de troon van onze Sakka, van onze Indra. Dus ze waren allemaal heel boos op het monstertje dat op de troon zat. En hoe meer boos ze op hem worden, hoe beter hij eruit begon te zien. En hoe groter hij werd en sterker en krachtiger. En toen werden ze nog boos, nog meer boos op hem. En toen werd hij nog groter en knapper en indrukwekkender om te zien. Hij begon zelfs een beetje te stralen. En ze wisten niet wat ze nou met hem moesten. Dus ze gingen uiteindelijk gingen ze maar. Misschien stuurden ze een postduif of. Ik weet niet hoe ze dat in die tijd onder de Deva's deden. Dus ze wisten, uiteindelijk gingen ze Sakka raadplegen. Sakka, je moet terugkomen. Er zit een of ander monstertje op je troon. En het is nu een heel groot monster geworden. En toen zei Sakka, en Sakka was heel wijs, die zei, wordt het monstertje steeds groter en knapper en indrukwekkender, telkens als jullie boos op hem zijn. Ja, inderdaad. Oké. En hij is nu nog groter en indrukwekkender als hij eerst was. Ja. Dat is niet een menseneter, maar een boosheidseter. Een boosheidseter. Hoe meer je boos op hem wordt, hoe groter hij wordt. En hoe groter dat monster en moeilijker te overwinnen. Oh, maar wat doen we dan, meneer de Deva, meneer de Sakka? Wat doen we er dan mee? Wacht maar, laat het er mij over. En Sakka die kwam weer terug. En die sprak de monster, dat heel indrukwekkend nu met een soort weergalmende stem klonk. Dit is nu mijn troon, zoiets zal hij hebben gezegd. Toen zei Sakka, ach, meneer de monster, hoe gaat het met u? Hoe maakt u het? Hoe gaat het met u? En hij was heel vriendelijk en beleefd. En hoe vriendelijker en beleefder hij was, hoe kleiner het monstertje werd. En hoe meer hij in elkaar schromp en kromp. En uiteindelijk toen hij eenmaal bij de troon was aangekomen, terwijl hij hem zo heel vriendelijk en aardig aansprak, toen was er helemaal niets meer over van de boosheid etende monstertje. En dit verhaal vertelde de Boeddha om aan te geven dat heel veel problemen in ons leven groter worden. En heel veel mensen aan wie we een hekel hebben of met wie we een conflict hebben. Hoe meer we ons energie van boosheid erin steken, hoe meer er ook boosheid terugkomt en hoe groter de problemen vaak worden. Ja. Dus daarom is het soms de grootste overwinning als we onze kalmte en onze vriendelijkheid kunnen behouden wanneer we met boosheid worden geconfronteerd. Ja, of we misschien even een moment nemen voor onszelf om niet meteen te reageren, net zoals in meditatie. En dan kunnen we weer met verfriste energie de boosheid etende monsters tegemoet treden.
Dus dit verhaal doet ons in de eerste plaats herinneren aan ook een motto wat dezelfde Sakka in een ander verhaal vertelt, namelijk dat degene die zijn kalmte kan behouden wanneer een ander boos is, die heeft een overwinning behaald. Wanneer je boos wordt op iemand anders die boos wordt, dan maak je het probleem twee keer zo groot. En dat is het verhaal in het kort. Mooi hoor. Mooie boodschap. Dit verhaal illustreert iets wat we allemaal wel eens tegenkomen. En soms is het beter, dat heb ik zelf ook wel ervaren, als we iemand tegenkomen, dat we gewoon eventjes ons realiseren dat als we nu het conflict opzoeken, dat we er helemaal in vastlopen. En het is beter soms om even wat tijd te nemen voor onszelf. En dan weer met een nieuwe, verfriste aandacht de volgende dag of het volgende moment die anderen waarmee we moeilijk hebben weer tegemoet te treden. En zeker door meditatie kunnen we die flexibiliteit ontwikkelen. Het mooie van meditatie is net zoals dat we ons een opwarming doen wanneer we een warming-up doen, hè? Wanneer we ons sporten of zo. Het maakt ons van binnen meer flexibel. Het zorgt ervoor dat we minder snel een blessure krijgen. Blessure van de geest. Dus daar wilde ik het voor vanavond bij laten.